Het verschil tussen vriesdroogkruiden en gedroogde kruiden wordt veroorzaakt door het droogproces. Het vriesdroogproces is een proces waarbij de kruiden of specerijen worden gesneden, diepgevroren en onder druk gebracht. En op deze manier worden kleur, geur, smaak, maar vooral structuur behouden. Gedroogde kruiden worden met warme lucht gedroogd, waardoor een gedeelte van de celstructuur verloren gaat. Je ziet het verschil tussen gedroogde kruiden en vriesdroogkruiden het meest aan de kleur. Hier zie je het verschil tussen gedroogd en vers. En hier zie je het verschil tussen vers en vriesdroog. Je ziet, de kleur is vrijwel gelijk. Vriesdroogkruiden zijn iets frisser van geur, zachter van structuur en sterker van smaak. Je proeft de vriesdroogkruiden weer terug in je eigen eten alsof het vers is. Zodra vriesdroogkruiden in aanraking komen met vocht, komen ze terug in hun oorspronkelijke staat. Daarmee heb je het hele jaar door een kruidentandje in je keuken.